Goedemorgen. Goedemorgen. Paul de Vos? Ja. Ik heb slecht nieuws voor u. Uw vader is overleden. Mijn vader? Gecondoleerd. Hoezo? Jij gaat wel naar die begrafenis. Het is notabene je vader. En dat regel ik. Dat regel jij helemaal niet. Je moet je niet zo druk maken, man. Mijn vader was een enorme klootzak en nou is er gewoon één klootzak minder. Ja, en dan wil jij natuurlijk dat ik zeg, maar mijn vader is lekker een veel grotere klootzak dan de jouwe. En dan jij weer. Ach, rot op. Je bent anders wel rust geworden dankzij je vader. Of ondanks je vader. Ja, oké. Dat is hetzelfde. Oh, net zoals mijn oudere broer crimineel is geworden, zodat hij nou 15 jaar moet brommen vanwege een uit de hand gelopen overval. Dankzij of ondanks mijn vader. Nou ja, dat is hetzelfde. Wat ben je toch een oude hoer, man? Die broer van jou, die heeft anders wel zijn hart op de juiste plek zitten, hè? Mag ik even uitspreken? Hij wil namelijk wel naar die begrafenis. Ja, dan gaat hij toch lekker? Nee, hij mag er niet uit zonder begeleiding. Ja, dan gaat hij lekker niet. Hij gaat lekker wel en jij gaat lekker mee. Jij gaat hem begeleiden, heb ik voor gezorgd. Ik ben je baas. Schoon werk hoor, die begrafenis. En als jij niet doet wat je baas zegt, dan krijg jij problemen. En Paul de Vos wil toch helemaal geen problemen? Nee toch, Paul? Nee? Nee, precies, dat zeg ik. Geloof jij in de hemel? Dan geloof je namelijk ook in de hel. Denk wel dat jij in de hemel komt. U kunt de kist wel afsluiten, er komt niemand meer. Even nog, Bart. Even. Bart, alsjeblieft, kom mee. We moeten het over Tessa hebben. Maar niet hier. Wil je het niet over mijn dochter hebben? Nee, niet hier. Paultje. Hou je smoel. Karretje? Ik moest het regelen, toch? Oh, het kon echt niet goedkoper. Ja, ik had hem ook nog een of ander vuilniswagen kunnen meegeven. Was een stuk passender geweest trouwens. Dat is al een afsluiting. We gaan hem dragen. We gaan hem niet dragen. We gaan hem gewoon dragen. Die twee heren dragen mee. We gaan pa gewoon dragen. Heren, we gaan de kist dragen. Ik kan niet met z'n tweeën. Dat kan helemaal niet. Daarom draagt u beide mee. Paul? Je waagt het niet, hè? Dacht je dat ik een paar liet kletteren op het greffel? Die ouwe zou ons zo eens moeten zien. Ah ja, nou nog wat violen zeker.
Wie ben je hier aan het fucken, zeg? Dat je willen vertellen, maar je hebt nooit ergens tijd voor. Bo! Was dat nou veel duurder? Met koffie en cake. Hou je kop nou maar. Vertel me liever wat je dochter kan doen. Wat denk je? Laatste eer aan de grootvader, idioot. Waar is jouw familie trouwens? Wat zou mijn familie er nou moeten? Nee, zand erover. Jammer hoor. Dat was een leuke grootvader. Vraag maar aan Tessa. Ja, een leuke grootvader. Leert zijn klein dochtertje om supermarkten te beroven, zodat de hele stad vol hangt met posters met een foto erop. Ze moet niet nog een keer bij me in de buurt komen, want de volgende keer pak ik haar. Het is je nichtje, Paul. Familie, weet je wel. Ja, dat zeg je niet zoveel. Dat is wel weer duidelijk. Domraak. Hoe is hij eigenlijk gestorven? Hersenbloeding. Is vrij snel dood. Heeft u nog iets gezegd? Oh nee, je was er natuurlijk niet bij. Ik ga je terugbrengen, man. Genoeg gewandeld. Hé, hey, Paul. Eén kopje echte koffie. Tessa heeft een probleem. Ja, dat zei ik al. En dat probleem is 4 ton. Die moet ze betalen aan een stelletje jeugdslaven. En die 4 ton, die heeft ze niet. Nou, dat is dan verdomd jammer, hè? Jij moet er helpen, Paul. Anders hebben we binnenkort weer een begrafenis. Waarom denk je dat we die overval hebben gedaan? Voor haar. Oh, dat geld is al op. Dat heeft ze er lekker doorheen gedraaid. Ze moet 4 ton betalen aan dat gaaien. Ze zien eraan komen met 50 mil. Ik wil niet dat ze kapot gaat, Paul. Nou, dan heb ik een mooie oplossing voor je. Dan komt ze zich gewoon bij mij melden. Dan reken ik erin, stop er in de gevangenis. Zo veilig als het maar zijn kan. Tot voor kort misschien, maar dat punt is al lang voorbij. En haar mollen in de gevangenis, fluitje van een cent. Shit. Ik vraag je niet alleen om het geld. Ik vraag je niet alleen om haar te beschermen. Ik vraag je om haar eruit te trekken. Haal haar uit die rotzooi. Trek haar uit de stront en je hebt jezelf niets meer te verwijten. Pa had poen. En als ik het over poen heb, heb ik het over veel geld. Een ton of 3, 4, misschien 5. 5 ton? En wat moet jij daarmee? Je hebt je huisje, je boompje, je beestje, je kindje, je wasmachine, je baan, je pensioen. Wat moet jij daarmee? Je hebt niet eens de tijd om het op te maken. Ja, dus, wat? Je gaat naar de notaris, je haalt het geld op. En dat geef je aan Tessa. Ja, en? Klaar. Oh, klaar. Nou, doen we toch. Makkelijk zat. Hoe geloof je het niet? Of wil je het geld voor jezelf houden? En wat wil je er dan mee doen, Paaltje? Een uitbouw naar de tuin, een mooie serre. Een caravan? Ja, dat moet jij doen. Een mooie grote caravan kopen, daar word jij gelukkig van. Met een hele grote voortent, lekker naar Luxemburg met deze... Mag ik afrekenen? Deze heuvel op. Ik moet pissen. Hè? Echt, ik moet pissen. Hoe denk je dat ze het zullen doen, Paul? Hm? Ik denk dat ze niet zachtzinnig zullen zijn. En ik denk dat ze eerst met een paar kerels eroverheen zullen gaan. Tegelijk, hè? Oh. Handjes wassen. En hoe denk je dat ze dat terug zullen vinden? Denk je dat je haar kunt herkennen? Want ik denk dat jij dat moet identificeren. Ja, dat denk ik. Ik denk dat jij dat moet doen, want ik denk dat ik dat niet trek. Ja. Dat denk ik. Weet je wat ik denk? Ik denk dat Tessa toch wel kapot gaat. En jij trouwens ook. En dan nog iets, het interesseert me geen moer. Niet ene malle moer en nou je kop houden. We gaan er vandoor. Twee pistolen, waarvan één een zeer klein model. De laatste is recentelijk afgevuurd.
op die andere niet. Zullen we geen vingerafdruk op zitten, denk ik. Verder heeft hij een stiletto, Joegoslavische reisdocumenten. En er is een sleutel van een hotelkamer, die moeten we even traceren. Tom Kaufman? Ja. Jutja, het is vandaag mijn eerste dag bij jullie. En wie is dat? Dat is Jozef Stroeper. Afrekening. Nou, lijkt me geen liefdesverdriet, hè? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, hallo, dit is Liu Xia van de recherche. Ik heb een kwartier geleden de TR besteld. Dat lijkt begint over 2 minuten te stinken, denk ik. Dat kan ik wel vriendelijk vragen, maar dat doe ik niet. Ja. Oké. Zullen wij een keer squashen samen? Ik... Squash toch? Ja. Hé, hey, Spleetoog. Doe jij hier? Dat is toch weg? Ja. Nou ben je er weer. Mm-hmm. Weer bij de politie. Ja. Goh, Chinese jump. Ja, kijk nog uit mijn vorige rechercheperiode. Dat ontleeft zich. Henk van der Scheur? Liu Xia, ik ben de nieuwe. We beginnen hier 's ochtends wel om 8 uur. Ja, ik was even langs een lijk. Ja, dat moet ook gebeuren. Jozef Stroeper, 32 jaar. Afrekening gevonden bij de Afrika-haven. Schotwond door zijn hoofd en zijn gezicht lag open met krabwonden. En hij droeg een Donald Duck onderbroek. Oh ja? Ja, nou denk ik dus dat onze beroemde Donald Duck onderbroeken seriemoordenaar weer bezig is geweest. Oh, hij heeft oren. En hij gebruikt ze ook nog. Dat is handig. Hebben we de familie al ingelicht? Pardon? De familie. Die gast die zal... Hoe heet die gast ook alweer? Stroeper. Ja, die. Die zal toch wel familie hebben? Ja, familie Corleone zeker. Ja. Wat is dat? Dat is nieuw. Ik ben er niet lekker mee. Nee, ik ook niet. Ze heeft haar eigen computer bij zich. Ze vindt die politierotzooi zo te langzaam. Ja. Kan dat niet weg? Ik heb het niet ingehuurd. Ja. Ik bedoel, nee. Goedemorgen. Chagrijn. Koffie? Ik vind dat je het gewoon moet doen. Ach, zo de mythe erop. Het is mijn poen, hoor. Ja, maar het gaat niet om de poen. Nee. Waar gaat het dan wel om? Ja, het gaat erom dat het meisje niet wil deugen. Dat kan die poen ook niet oplossen. Want dan heb je daarna weer een ander probleem. Waar is ze nou? Weet ik veel. Kan me niet schelen. Je moet het gewoon doen. Je kent dat meisje niet eens. Maar dat hoeft ook niet. Het gaat mij ook niet om haar. Oh, het gaat om... Laat me nou maar. Om jou. Ja, het gaat allemaal om mij. Ja. Want als wij dadelijk haar lijk uit het water tillen, sleep jij het de rest van je leven met je mee. Ja, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Ja, zo zit jij in elkaar, Paul. Ja, en toch doe ik het niet. Leonie. Weet je wat jij doet? Ga jij maar lekker door met je pillen slikken, hè? Want het gaat zo goed met Paultje. Wat heb je? Chinees. Gisteravond, Tong Au. Chinees. Ik heb hier in deze hele toko 1 maatje rondlopen. En het maatje zit al een tijdje in de kreukels. En als je tegen het maatje zegt, daar moet je wat aan doen,
dan schopt hij in een hoek. En als je vraagt hoe gaat het ermee, dan heeft hij Chinees gegeten, slecht gevallen. Of Thais, of shawarma, of patat. En je moet je er vooral niet mee bemoeien, want hij zoekt het allemaal zelf wel uit. En dat vind ik jammer. Van de Scheur. Alle Jezus. Ja. Ja. Paul. Is er iemand binnen geweest in die cel? Voor zover wij kunnen nagaan, niemand. Voor zover wij kunnen nagaan, niemand. Uw broer heeft zich opgehangen aan een stuk laken. Alles wijst op zelfmoord. Even een minuutje alleen, alsjeblieft. Wat is dat? IJsemmer. Waarvoor? Champagne? Voor je hand. Ik kan me voorstellen hoe je je voelt. Ik voel niks. Ik voel alleen mijn hand. Hoe ging het thuis bij jullie? Ik werd er nooit gepraat over, klote woord. Gevoelens. Gevoelens? Man, mijn vader sloeg me zo wat half dood. Of hij sloeg mijn broertje half dood, of hij sloeg mijn moeder half dood. En vervolgens ging hij zelf zitten janken, alsof wij hem iets hadden aangedaan. Sentimenteel, hè? Sentimentele beul. Ja. Ja, janken konden we heel goed thuis. Ja. Zangeres zonder naam hoefde maar een plaatje uit te brengen. Of mijn moeder kon alweer zakdoeken gaan zitten wassen en strijken. Ja. Nou, op een dag zwaai ik af van de politieschool. Gaat de telefoon. Mijn vader. En wat denk je? Janken. Janken. Ja.
En? En je broer? Ja. Een kleine grote broer. Op een dag komt hij thuis. Grote doos in zijn klauwen. Ik zeg, wat is het voor doos? Hij zegt appelstroedel. Ja, appelstroedel, is er iets te vieren? Ja, zegt hij, ik heb goed verdiend. Ik zeg, oh ja, waarmee dan? Staat hij gewoon een beetje stom te lachen. Lachen. Hij wel. Ja. Ja, toen wist ik het wel. Ja. Nou is hij dood. Mag ik die zaak? Waarom? Het is mijn broer. Ik heb Paul die zaak van zijn dode broer gegeven, maar ik weet niet of ik daar verstandig aan heb gedaan. En dat wil ik wel weten. Dus ik wil jou vragen of je misschien... Ik hou hem wel in de gaten. Ja, dat wou ik je juist vragen. En ik denk dat ik Tom en Loep jou ook op die zaak zet. Moet hij nou? Dan moeten we komen. Kijk, bij zijn hond of niet? Dat doet hij ook niet bij zijn hond. Het is pakweg 22 en het gaat om ruim 4 ton. Mooie meid. Toch? Ja, dat is een hele mooie meid. Er is wel iemand 4 ton schuldig. Dus wat doen we? Gaan we die mooie meid zoeken of degene die zit te snakken naar die 4 ton? Wat doen we? Ik ga met een oude informant praten. Nee? Geloof jij dat die broer van Paul zelfmoord gepleegd heeft? Jij wel? Je bent een mooi mens van de scheur. En dat ben je. Meneer De Vos? Rozenberg. Aangenaam. Gaat u mee? Heer. Ik moet u condoleren. Wat een verlies. En dat in zo'n korte tijd. Ja, het is erg. Uw vader was een hele goede klant van ons, meneer De Vos. En ook uw broer heb ik hier diverse keren mogen begroeten. Het is toch jammer dat wij elkaar pas in deze tragische omstandigheden leren kennen. Maar ja, wie weet. Koffie? Het geld van mijn vader. Ja, ja, natuurlijk. Ja, het geld van uw vader. Dat is nu gelukkig. Of gelukkig. Allemaal van u. Heeft uw vader u misschien een ontvangstbewijs gegeven? Ontvangstbewijs? Heeft uw vader of uw broer u iets verteld over de hoogte van de som? Ja, jazeker. Ja, het is nogal, hoe zou ik het zeggen, een behoorlijk bedrag. Belastingvrij. Meneer De Vos, ik ken u natuurlijk van gezicht, maar heeft u misschien een geldig legitimatie? U bent van de politie? Ja. Ja. Ja, ik zit bij de recherche. Oh, lijkt me interessant werk. Ja, het is zeer interessant werk. Ik ga het even voor u halen.
pakweg 2 ton. Kleine coupures. Had u iets anders verwacht? Heeft u misschien een tas of iets dergelijks bij u? Nee, ik heb geen tas. Marjolein, een tas voor meneer De Vos. Er is een mannetje op de gezet, een huurling. Ik krijg 7 mil voor een mooi klein gaatje. Naam? Ossegal. Zijn echte naam ken ik niet, zijn kop ken ik ook niet. Opdrachtgever? De Link. Ze heeft die mensen beledigd. Moet je niet doen, die mensen beledigen. Dat soort mensen zijn het. Mensen die niet beledigen. Ossegal. Dat zeg ik. Ossegal. Oké. Wat een leuke junk. Ja, een hele leuke. Nou, je hebt in ieder geval geld, hm? Ja, te weinig. Hoeveel te weinig? 2 ton te weinig. Ga je het oplossen? Tweede hypotheek nemen op mijn huis. Mevrouw ziet me aankomen. Wat vindt Marieke er eigenlijk van? Marieke? Niks. Hoezo niks? Ja. Ze weet niet eens dat Bart dood is. Ze weet niets van de hele toestand rond Tessa. Maar ze zou het ook niet begrijpen, toch? Jezus, Paul. Vroeger altijd thuis. Zei mijn moeder, haal eens even de ossegal. Had ik vetvlekken in mijn hemd. Tegenwoordig is het een huurmoordenaar. Kunnen wij die afhaalchinees van jou niet toch gewoon van de straat trekken? Nee, lijkt me niet, nee. Ja, maar hij weet echt wie de opdrachtgever is, hoor. Nou, dat gaat hij niet zeggen, want hij blijft liever leven. Maar hier krijgt hij toch wel uit. Ja, zodat ik hem daarna weer uit de sloot kan vissen. Luister, die tipgever van Liu, die weet het. Dan weten anderen het ook. We moeten gewoon een beetje de buurt uitkammen, ja? Zullen we het zo doen? Mag ik even? De Vos. Hè? Wat? Ja, ik ben zo op als niet. Oh, ja. 2 gevangenen in de cel, dat mag niet. Oh ja, en omdat het niet mag, gebeurt het niet? Nee, ik bedoel, ja. Nee, het gebeurt niet, ja, omdat het niet mag. Mm-hmm. En hoe denkt u dat Bart De Vos dat gedaan heeft, hè, met zijn lamme arm? Eerst een laken aan reepjes gescheurd en daarna zich opgehangen aan de radiator? Moet dus weten hoe inventief ze kunnen zijn als ze echt willen. Hmm. En er waren alleen toch maar vingerafdrukken van hemzelf. Hmm. Veel van die gevangenen draaien diensten, hè? Bibliotheek, keuken, wasseretten. Van die mensen die die dag dienst hadden, is er niemand op zijn cel gebleven? Mag ik misschien een lijstje van alle mensen, alle gevangenen die die dag dienst hadden? Nou, Tadic, Ivo Tadic. Verschillende overvallen met geweld. Heeft een keer een granaat gebruikt om zijn argumenten kracht bij te zetten. 3 keer verdacht van moord binnen milieu, maar 3 keer vrijgesproken wegens gebrek aan getuigen. Heel gek. Hij runt hier de wasseretten. En? Nou, hoeveel pakken had die broer van jou hier? Pakken? Nou, hij had toch een pak aan naar de begrafenis? En de dag daarna, de dag van zijn dood dus, komt de Ivo Tadic op bezoek bij hem en brengt hem zijn gestoomde pak terug. Wel erg quick service, vind je niet? Jij bent de laatste die Bart De Vos levend heeft gezien, hè? Ik heb hem alleen zijn spoelen gebracht. Spoelen? Heeft helemaal geen spullen, man. Pas goed. Ben je een beetje bang, Ivo?
Ken je dat? Ik kom over een paar dagen vrij, ik ben niet gek. Luister, Hufter, jij en ik gaan een fijn gesprek voeren wanneer je over een paar dagen vrij komt, ja? Kom geroest langs. Ik zal thee zetten. Ja, ja, ja. En dan hebben we nu nog die andere zaak. Dat lijk van onder de brug. We hebben het moordwapen en zijn naam. Dus wat heb je gevonden onder de naam Stroepaar? We hebben niets kunnen vinden onder die naam. Ook geen telefoontje van een bezorgde moeder. Niks. We weten wel waar zijn hotelkamersleutel vandaan komt. Het is Hotel Centraal. Het is wel een gehaaide killer, hè? Schiet die man dood, wil niet met het moordwapen gevonden worden... en duwt het dus in de zak van het lijk? Behalve als dat wapen al bij ons in het archief zit. In dat geval heeft de killer zijn maan voor drie niet afgemaakt. Of zou hij daarmee een bedoeling hebben? En wie zegt dat het dan hij is? De killer heeft zijn maan voor drie niet afgemaakt en jij denkt onmiddellijk aan een vrouw? Nee. Nou niet meteen weglopen als het moeilijk wordt. Goed, wat hebben we? Stroepaar. Man dood onder brug. Gezicht opengekrapt. Moordwapen, zo'n Mavo 3 blaffertje. Dus? Dus? Zij gaat de serie bellen. Kijken of de kogel matcht met iets. Hoeveel kost zo'n huurmoordenaar eigenlijk? Denk je? Gekkie. Tommy. Ga jij eens even naar het hotel van die dode Joegoslaaf. En neem Van Velzen en de Vos mee. Dan zet ik even een lekkere insulinespuit. Dat heb ik wel verdiend. Krijg jij van mij een stukje skelet. Nee maar. Je moet het thuis. Hey. Is dat Tessa? Verrek. Hè? Tessa. Ik heb een andere hand, moet je binnen laten liggen. Heb je de sleutel? Hey. Zie je op het bureau, hè? Jo. Gerrie, tot morgen.
Hallo? Tessa? Luister, ik wil je spreken. Het is dringend. Ja, ik ben alleen. Alleen al onze gesprekken worden automatisch opgenomen hier. Tessa? Centrale. Ja, Paul de Vos hier. Ik ben net gebeld op 3393. Kun je het nummer natrekken? Ik check het even. Ik wacht. Dat is telefooncentrale 1234. Bij jullie voor de deur. Politie maar neerknallen op het bureau is wel het stomste wat je kan doen. Dat ik hier zomaar binnen kan lopen, dat is volgens mij nog veel stommer. Ik heb je gezocht. Je weet wat er gebeurd is? Ja, opa is dood. Je hebt me van het kerkhof gejaagd. Nee, dat bedoel ik niet. Dan, Bart. Ze hebben hem gevonden in zijn cel. Een stuk laak om zijn nek. Tessa. Ze maken me hoe dan ook af. In de bak, uit de bak, maakt hem niet uit. Reken me maar in. Hang ik volgende week ook aan een lakentje. Er zit een hitman achter je aan, hè? Hè? We weten zijn bijnaam. Ossegal. Nee hoor. Er zit wel een hitman achter me aan. Maar dat is niet op zijn gal. Dus die stroepaar was inderdaad op zijn gal. En het pistool op zijn lijk was van jou. Ben jij nieuwsgierig, zeg? Was ik helemaal vergeten dat jij zo nieuwsgierig was. Ik ook. Dat heb ik van jou, denk ik. Opa had poen. Oh ja? Waar is die poen dan? Ik wil graag weten wie Bart om zeep heeft geholpen. Nee, dat wil je helemaal niet weten. Jij krijgt die poen. Maar dan moet je wel vertellen wie Bart vermoord heeft. Taat iets? Ik wil gewoon nu dat het stopt. Nu moet het echt stoppen. Er blijft niet echt veel meer over, hè? Jij en ik. Bart had er helemaal niks mee te maken. Toch hebben ze hem gepakt. Weet je waarom? Omdat het je vader is. Geef me die poen, of rek hem in. Dan ga ik weg. Dan zie je me nooit meer terug. Oké? Ik geloof je niet. Echt, Paul. Echt. Ik geef je die 4 ton. Maar dan ga je onmiddellijk naar die schuldeisers. Je geeft ze die poen. En je lazert op en je komt niet meer terug. Beloofd? Ja.
Waar is het geld? Bureau. Ben je er nog? Leonie, ben je er nog? Ja, ik mag voor jou. Ik reken op je, tot zo. Niet ophangen. Ja. Trouwens, voor de helft ook jouw erfenis, dus... Ja. Hey, wie gaat nou een kist van Bartje dragen? Dat komt wel goed. Hij moet wel een mooie begrafenis, hè? Heb je geld? Geld zat. Oké. Ja, met de Vos nog een keer. Ik wil dat je nog een nummer voor me uitpelt. Mijn mobiele nummer. Je bedoelt van Leonie? Nee, mijn eigen mobiele nummer, eikel. Ik zoek het uit. Mooi, bedankt. Als je de tunnel uitkomt, links richting Oostelijke Handelskade. Oostelijke Handelskade, begrepen. De gsm staat stil. Volgens mij zit je er bovenop. Ik kan verder niks voor jullie doen. Begrepen, over. Een lege garage binnen, maar we zien niet veel, moet ik zeggen. Het moet hier zijn. Oké. Nee, Matj. Luister. Ik heb het geld. Laat zien. Oh ja, wat ik nog wou vragen. Mijn vader. Jouw vader? Ja, dat was niet nodig. Maar jij wou de slimme meisjes spelen. Dom. Heb ik hem moeten laten afmaken. Heb jij Tadic op hem afgestuurd? Ja, tuurlijk. Tadic is heel goed in familiezaken. Leg dat wapen neer. Leg dat wapen neer, anders knal ik zijn kop eraf. Cognier de politia. Jij bent politie. Je knalt geen kop af. Je moet niet bluffen. Ah, ik bluffen? Ja? Die hufter daar, die heeft Bart de Vos opgehangen in de baaiers in jouw opdracht. Ja? Zoals ik zit te bluffen, mag je dat lekker denken. Maar ik knal wel mooi je kop eraf. Heb je dat begrepen, eikel? Oké, kijk me eens aan. Wat wil jij, verdomme? Dat zal ik je uitleggen. Kijk maar aan, ik wil je smoel zien. We gaan praten. Oké. Okay. Ik heb alles gehoord, ja? Alles gehoord om je voor 5 keer achter het behang te plakken. Bewijs genoeg. Kijk maar aan! Maar ik laat je gaan. En je krijgt die poen mee, ja? Maar als je haar met 1 vinger aanraakt, dan ga ik je zoeken, oké? Okay? Nee, ik heb het begrepen. Wegwijzen.
Deze was van Paaltje, volgens mij.